Jaarlijks vallen in Nederland miljoenen padden en andere amfibieën gewoon in normale straatputten. Over het algemeen gaan ze allemaal dood, helaas. Gelukkig zijn er ook veel mensen betrokken die zelf die padden uit de putten gaan halen. Ze doen gewoon de put open en dan kan je ze gewoon met een netje eruit halen. Maar eigenlijk wil je gewoon veel liever dat die padden en andere amfibieën uit de put kunnen klimmen. Dus sommige aannemers leggen dan een trappetje of iets dergelijks in de put, zodat de amfibieën eruit kunnen. Maar ook dat gaat heel vaak mis. Je kan ook gewoon een gaasje spannen in put. Dat hebben wij vandaag als Partij voor de Dieren gedaan. Heel simpel, dan voorkom je gewoon dat padden in die put vallen. Dat zou de gemeente eigenlijk moeten doen, maar dat doen ze niet. Dus daarom hebben wij dat vandaag gedaan met als titel Pad uit de put. En wat eigenlijk ook wel een probleem is, dat veel aannemers ook gewoon niet weten, en dan bedoel ik dus aannemers die die putten maken, dat ze dus amfibievriendelijke maatregelen moeten nemen. Die kennis ontbreekt. De gemeente moet daar veel meer op sturen door bijvoorbeeld in aanbestedingen aan te geven dat je paddentrapjes maakt of juist van dat soort gaasjes doet. Als Partij voor de Dieren gaan we dat zeker oppakken om er iets mee te doen in de gemeenteraad.